Daar gaan we! We horen de mensen in het stadion weer juichen, we zien ze weer foto's maken. En dan komen we het veld opgelopen en van de andere kant komt natuurlijk Nessa. Yo, Rickertje Army, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. En wil jij ook bij de Rickertje Army, druk dan even hieronder op de subscribe knop. Dan ga ik snel beginnen met gamen. Met Pokémon Sword Wat zie ik daar? Ik zie daar een Farfetch'd. Ik zie hier een Farfetch'd en die kan natuurlijk evolueren in een Surfetch'd. Dus technisch gezien, heel technisch gezien, mogen we deze niet in ons team doen, maar eventueel wel een Surfetch'd. Maar ik vind dat we hier een uitzondering voor zouden mogen maken. Ah, ik wil echt graag een Surfetch'd. Ik vind Surfetch'd zo cool. Dit is not very effective, maar we hebben hem toch wel aardig hard geklapt. Hij doet de Fury Cutter. Oeh, dat is super effective. Zal ik hem anders gewoon nu proberen te vangen? Nee. Ik kan hem nog niet proberen te vangen. Ik ga nog een Night Slash doen. Waarschijnlijk gaat mijn Linoon dan daar. Down, maar dat maakt niet uit, want ik wil heel graag gewoon die Farfetch vangen. Oh, hij doet een Sand Attack. Nice. Maar de grote vraag is dan, wie moet er uit mijn team? Wie moet er nou uit mijn team? Als ik deze in mijn team doe, wie moet er dan uit mijn team? Zal ik een friendball gooien? Kom op. Kom gewoon in mijn friendball. Kom maar. Weet je, we zijn toch matties Farfetch. Kom maar. Nee, ik wilde jou in gewoon een hele mooie speciale bal. Nee. Waarom kom je niet in de friendball? Oké, wil je dan in een premier bal? Premier bal zijn ook mooi. En die past straks goed bij Surfetch. Want Surfetch is ook grotendeels wit, jongens. Ja, kom. Ja, lekker. We hebben Farfetch gevangen. Oh, ik wil zo graag een Surfetch. Dat vind ik een van de tofste nieuwe Galarian Pokémon namelijk. Voor wie moet ik hem nou in mijn team doen? Hoe moet ik hier nou een keuze uitmaken? Oké, Dwacky gaat er sowieso niet uit. Karkol is gewoon super handig met steen en vuur. Linoon, die hebben we net nieuw. Dat is super awesome. Toxel is super schattig. Die wil je er ook niet uit doen. Dan blijven Dottler en... Hoe heet die andere? Chattel? Die blijven over. Haal ik Bug Psychic uit mijn team of water? Ik denk dat ik de water Pokémon de best uit mijn team kan halen. Dus dit is echt heel jammer. Maar Chewtle, jij gaat uit mijn team. Nou weet ik dat ik waarschijnlijk veel commentaar krijg van mensen die zeggen, jee, maar dit is geen Galar Pokémon. Farfetch is een Kanto Pokémon. Ik weet het, maar hij evolueert in een Galarian Pokémon. Als het goed is tenminste. Ik hoop het. Ik hoop dat hij binnenkort gewoon een Surfetch wordt, want het is gewoon een super basis Pokémon. Ik was gelijk helemaal weg toen ik Surfetch voor het eerst zag. Toen dacht ik gelijk van, wow, deze is super tof. Die moet ik gewoon in mijn team hebben. En nu vind ik het Farfetch'd en man, this is awesome. Als ik nu naar mijn team kijk, vind ik dat we echt een heel vet teampie bij elkaar hebben tot nu toe. Ik ben zo benieuwd ook naar die Dottler guy, waarvan ik altijd maar afvraag of ik zijn naam goed uitspreek. Maar die bug Pokémon, wat dat gaat worden. Misschien wordt die helemaal niet tof en besluiten we straks om hem toch eruit te doen. Maar voor de rest, ja, ik vind echt dat we een heel leuk teampie bij elkaar hebben, jongens. En ondertussen versla ik heel casual deze Cherubi. Ik doe nu tegen een Woobat. Woobat doet Air Cutter. Ja, dat mag allemaal van mij, Woobat. Ik vind zijn neus altijd zo grappig. Het is echt zo'n soort van varkensneusje. Super grappig, maar ja. Ook Woobat gaat er ook keihard aan, jongens. Sorry, later. En zo hebben we Denise verslagen. Zo, dat begint lekker, jongens. Het begin van deze video. Gelijk een nieuwe Pokémon in ons team. En ik denk dat we nu aan zijn gekomen in de stad waar we moeten zijn. Oh, zag dat olifantje daar lopen. Dat was echt... Dat olifantje is ook echt heel leuk. Ik weet niet hoe die heet, maar hij ziet er echt super geinig uit. Ik weet ook niet of die goed is. Maar meestal maakt het mij niet zo heel veel uit of een Pokémon heel goed is. Als ik vind dat een Pokémon er tof uitziet, dan ga ik gewoon voor die Pokémon. Dan geef ik hem al mijn liefde en dan mag hij gewoon bij mij in het team. Het duurt trouwens wel lang voordat onze bug Pokémon evolueert. Ik moet even wat nieuwe spullen kopen, want al mijn potions zijn allemaal helemaal op. Ik ga even voor 10 super potions. Doe ik daar even 5 normale potions bij. Antidotes en alles heb ik zo te zien nog. Awakenings heb ik niet. Gaan we die ook even kopen. Paralyzed Heals hebben we nog. En ik ga even een heel zootje Great Balls kopen. Bam. 30 Great Balls. Kunnen we weer even flink Pokémon gaan vangen, jongens. En we zien daar. Ja, daar zien we gewoon de gym van Nessa. En we zien hier ook weer die... Die weird ass paarspakkige man. En we zien hier de chairman in zijn korte broek. De chairman heeft fans en die assistente die stuurt even de fans weg. Hij zegt ook, ja, we hebben alle support van onze fans nodig. Je moet ze niet zo wegjagen. Oleana zegt, ja, fans zijn heel erg belangrijk natuurlijk. Maar daarom moet jij je werk blijven doen. Voor hun moet jij je werk blijven doen. En BD, die staat hier achter en die zegt, ja, ik beloof dat ik alles ga doen wat in mijn kracht is om jou te assisteren, chairman. Terwijl de chairman niet eens meer weet wie die is. Maar zo te zien, krijgt BD toch een kans van Rose. Hij zegt, ja, ik ga me echt bewijzen. En nu is die gaat hij weg. Oké. Doei, bedee.
Rose komt nu even naar ons toe en zegt, en jouw naam was Rikachu toch? Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar waarom Leon jou heeft voorgedragen. Ik heb een goed idee. Jij gaat nu naar Nessa toch? Als jij de gym badge van haar wint, dan ga ik een feestje geven. Omdat ik je wat beter wil leren kennen. Oleana zegt, ja, we moeten nu echt weg hoor, we moeten nu echt weg. En Rose zegt, doe je best voor Galar's toekomst. Nou, dat gaat goed komen. Laten we maar gewoon keihard op weg gaan. We gaan gewoon keihard de tweede gym nakken. Ik heb er nu al super veel zin in, jongens. Dus even kijken eerst wat hier allemaal voor huisjes zijn. Jij hebt Leon's Champions card. Nou, gefeliciteerd. Superleuk voor je. Ik weet niet zo goed wat ik met die informatie moet, maar goed. Hallo, meneeren. Vang niet te veel Pokémon. Dat maakt de zee leeg. Ja, je bent wel milieubewust. Het is nog best wel een groot stadje, dit. Wat is hierboven allemaal? Ik kan niet zeggen welke Wooper een mannetje en een vrouwtje is. Weet jij het? Ik denk dat Date een vrouwtje is aan de rechterkant, want die heeft iets minder uitsteeksels hier bij zijn oor. Volgens mij is dit het vrouwtje. Of misschien kan dat dan precies het mannetje zijn. Hallo, mevrouwtje. Hallo, kleine man. Nou, doei. Echt, niemand heeft hier echt iets zinnigs te vertellen tot nu toe. Hier is het treinstation. Nou, laten we maar gewoon naar de gym gaan. Hallo. Mag ik de gym in? Als je Nessa zoekt, die is nu bij de lighthouse, bij de vuurtoren. Als je richting de zee loopt, dan kan je hem niet missen. Nou, oké, dan gaan we eerst Nessa wel even opzoeken. Is dat deze kant? Oh, hier kunnen we in ieder geval weer vissen. Oh, en netballs. Nice. Daarmee kunnen we dus beter bug-type Pokémon en water-Pokémon vangen. Wat is dit? Het is wishy-washy. Oh, 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 oh. Meer wishy-washies. Oh. Dit is wel echt zo vet gedaan dat zo'n hele school vissen gewoon een nieuwe Pokémon maakt. Ik vind dat wel heel tof. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Hij heeft mijn aanval ontweken. Het is zo'n grote Pokémon, Twacky. En nog mis je gewoon. Zijn defense is wel aardig in orde, jongens. Kijk, dit wordt de tweede Razor Leaf. En we hebben hem maar net over de helft neer. Nou, oké, zijn aanval is niet echt heel erg in orde. Nog één keer. Dan ga ik hem gewoon vangen. Ik ga hem wel vangen. Ik ga hem niet in mijn team doen. Maar ik ga hem wel proberen te vangen. Oké, is het nu klaar? Ja? Nu ben je weer een kale, kleine wishy-washy. Nou, ik denk dat deze kleine versie makkelijker te vangen is dan zo'n hele grote wishy-washy. Ja hoor, dat is voor de Pokédex, jongens. Deze gaat regelrecht naar de box. Maar zijn hier nog nieuwe water-Pokémon uit de Galar-regio, vraag ik me nu af. Wat een flatsie. Kom maar. Nee, dit is een Chinchu. Helaas. Hoppa. Het is gewoon ook echt in één keer dood. Arme Chinchu. Oké, ik ga op al deze plekjes één keer vissen en dan kijken of ik hier een nieuwe Pokémon kan fixen. Alhoewel, ik denk dat ik water niet per se in mijn team hoef. Dus het is wel leuk om te vangen. Oh, kijk. Arrokuda. Dat is een nieuwe water-Pokémon. Ziet er wel geinig uit. Hij heeft wel een blije blik op zijn bakkes. Ik hoop dat ik hem niet in één keer sloop met Branch Poke. Mijn Twacky is te sterk. Ik wou je vangen. Mijn Twacky is gewoon te sterk voor al die Pokémon hier. Ik ben benieuwd hoe het in de gym zal gaan. Of ik daar ook zo sterk voor ben. Komen we nu nog een keer Arrokuda tegen? Of... Nee, een Tuttle. Die hebben we net uit ons team gehaald. Arme Tuttle, je was zo cool. Je was wel heel leuk. Maar ja, op een gegeven moment paste je gewoon niet meer helemaal in het team. Sorry Tuttle. Sorry broertje van mijn Tuttle. Of zusje. Het was een vrouwtje. Nou, dan is het nu tijd om Nessa op te gaan zoeken bij de vuurtoren. Dat zal ongetwijfeld deze kant zijn. Pak er nog even twee superpotions op. Ja, kijk, daar staat ze. Yo, Nessa. What up, Nessa? Yo, jij moet de gym challenger zijn, of niet? Oh, nee. Ik ben de vraag van de dag weer eens vergeten, jongens. Ah, maar ik heb een nieuwe vraag van de dag. Met welke Pokémon versla jij Nessa? Ben je hier al? Heb je Nessa al verslagen? En met welke Pokémon heb jij dat dan gedaan? Nessa zegt, alsjeblieft, Mr. Famous. Ik heb al van alles over je gehoord. Jij moet ook wat over mij leren. En we krijgen Nessa's League card. We stoppen de League card in ons album en we gaan naar het stadion. Dan gaan we battelen tegen Nessa. Let's go, ik kan niet wachten. De tweede badge, let's go. Die ball guy, jongen, die staat altijd... Dit is zo'n rare gast, jongen. We krijgen een lureball van hem. Dankjewel, vriend. Jongen, jongen, kijk hem ook dansen. Wat een gekke gast. Oké, let's go. We gaan deze challenge doen. Ik denk zelf dat ik een hele goede kans maak met mijn Thwacky. Ik denk dat ik heel eind gekomen met Thwacky. De Thwacky moet dit eigenlijk gewoon voor mij gaan fixen. De enige Pokémon waar ik echt niks aan heb nu is Torkoal. En ik denk dat Toxel nog een beetje te slap is om dit te gaan fixen. Voor de rest zou ik de rest misschien ook nog wel in kunnen zetten. Maar Thwacky is mijn main guy voor deze gym. Nou, ik ben wel benieuwd voor iedereen die dus niet Grookey heeft gekozen in het begin. Welke Pokémon heb jij dan hier ingezet in deze gym? Heb jij al een Grass-type gevonden? Of misschien een Electric-type Pokémon? Heb je dit met de Yamper gedaan? Moeten we hier een puzzeltje op gaan lossen? Het water dat stroomt overal naar beneden. En moeten ervoor zorgen dat we overal doorheen kunnen. En ondertussen moeten we ook even deze mannetjes en vrouwtjes natuurlijk verslaan. Zo, zij kijkt boos. Kijk, niet
zo boos, man. Ik heb hier niks misdaan. Kijk, als je hierna boos op mij bent, als ik je misschien verslagen heb, ja, dat snap ik helemaal. Maar je hoeft niet van tevoren al zo boos te kijken. Dat zorgt alleen maar voor extra enthousiasme bij mijn Twacky. Oh, dit was het al? Oh ja, dan kan ik me voorstellen dat je boos bent. Als je maar één Pokémon hebt en die wordt dan ook op zo'n manier verslagen, ja, kijk, dan snap ik het wel. Even deze schakelaar omhalen, omzetten. Dan deze schakelaar omzetten. En dan, ja, dan kunnen we erdoor. Oh, dan kunnen we er niet door. Dan moeten we eerst deze weer terugzetten natuurlijk. Ja, en dan gaan we hier naar boven. Kunnen we nu hier naartoe. En dan krijgen we met de volgende Julia te maken. Heather, dat is waarschijnlijk de tweelingzusje, denk ik. Gooi de Krabby. Hallo, Krabby. Eens even kijken of we die ook met één Razor Leaf kunnen nakken, jongens. Komt u maar. Ja hoor, met Twacky. Is volgens mij een beetje OP voor deze gym. Volgens mij wordt dit iets te makkelijk met Twacky. Het zusje van Julia gooit nu een Corphish. Gaan we die ook gewoon in één klap neer hebben? Ja, wauw, oké. Farfetch wil een nieuwe move leren, namelijk Brutal Swing. En dat mag sowieso in plaats van Leer. Farfetch is nu level 20. Linoon is level 22. En we hebben Heather verslagen. Ja, sorry Heather. Ik heb een Twacky. En die sloopt heel de watergym. Het is wel een aardig groot zwembad, jongen. Lijkt me wel vet om hier te zwemmen in dit zwembad. Heerlijk, ik hou van zwemmen. Houden jullie ook van zwemmen? Ik heb 6 zwemdiploma's weten te halen in totaal. En misschien weten jullie het niet, maar ik heb zelfs papieren om badmeester te zijn. Ik ben het niet, want ik wil die baan niet. Maar ik zou gewoon badmeester kunnen zijn. Ja, serieus, dat is geen grap. Nou, een Remoraid lijkt me dan ook niet heel erg lastig, hè? Nee, ook Remoraid gaat er keihard in één keer aan. En Dottler groeit daarmee naar level 22. Wanneer ga je nou eens evolueren, Dottler? Je bent al level 22 en je bent een bug-type Pokémon. Kom op, Choodle! Ja, het zijn allemaal one-hit KO's. Het wordt een beetje saai. Ik moet jullie entertainen nu. Zal ik een liedje zingen? Nee, vandaag ga ik geen liedje zingen. Ik voel hem niet. Ik voel niet de drang om een liedje te gaan zingen. Ik kan er niet op commando, hè. Dat moet spontaan gaan. Ik moet spontaan een liedje in mijn hoofd krijgen. Dan ga ik een liedje voor jullie zingen. Want anders dan werkt het gewoon niet, joh. Moeten we weer even alle schakelaars omzetten. Dit is de rode. En dan moeten we nu, denk ik, die blauwe daar pakken. Even deze blauwe omzetten. En kunnen we dan naar boven? Ja, hoor. Dan kunnen we naar boven. Dan kunnen we naar Nessa. Ik heb er zin in. Let's do this. Het gaat tot nu toe heel erg makkelijk met Twacky. Ik ben benieuwd of de final battle ook zo makkelijk zal gaan. Of dat toch iets moeilijker zal zijn. Daar gaan we. Voor de waterbadge. We lopen weer in de gang. We horen de mensen in het stadion weer juichen. We zien ze weer foto's maken. En dan komen we het veld opgelopen. En van de andere kant komt natuurlijk Nessa dan binnen. Wat een gigantische stadions zijn dit, hè? Dat is echt heel gaaf gedaan, hoor. Die stadions. Allemaal Pikachu's op de tribune. Ik zie Lucario ook. Zo'n Charmander. Welkom, waardige gym challenger. Ik denk dat je dat weet, maar ik ben Nessa. Sorry dat je me moest zoeken. Ik heb vertrouwen in mijn moeilijke missie, maar toch, het is je gelukt om je weg te vinden. Waarschijnlijk ben je wel een goede Pokémon trainer. Maar maakt niet uit wat voor plan je hebt. Mijn partner en ik zullen dit wel even gaan dwarsbomen. Ik vind Nessa trouwens wel heel tof. Ik vind het echt een hele stoere chick, maar toch is ze soort van wel op een leuke manier bescheiden. Ze is niet arrogant. Zo lijkt het. Ik vind Nessa cool. Daar, ga mijn Dynamax band weer aan. We moeten het opnemen tegen een Goldeen van level 22. Ik ga keihard gewoon door met Razor Leaf. Ik ga voor die one hit KO's. Ja. En ook Goldeen moet eraan geloven, jongens. Dat is de eerste alweer. Twacky en Toxel. Een leveltje omhoog. Dan moeten we nu tegen de Galar-Pokémon. Arokuda. Het is wel een geinige Pokémon, hoor. De vorige die hadden we met één klap kapot. Ik ben benieuwd of we deze ook met één klap kapot hebben. Het is echt te easy. Oh, we moeten tegen een Dreadnought. En ik weet wat Dreadnought is. Ja, Dreadnought, jongens, is de evolutie van de Pokémon die wij eigenlijk net uit ons team hebben gehad. Kijk dan! Het is wel een baas, hoor. Het is wel een hele toffe. Een soort van dinosaurus water-Pokémon. Ik vermoed dat we allebei gaan Dynamaxen. Ik in ieder geval wel. Maar ik verwacht dat Dreadnought ook gaat Dynamaxen. Dan krijgen we de battle van die gigantische Pokémon, jongens. Dit ziet er zo gaaf uit. Dat hebben ze zo tof gedaan. Wat een mega-aap, jongen. Dit is zo tof. Nou, Dreadnought, kom maar op. Dynamax maar. Daar gaat hij. Flood the stadium. Dynamax Dreadnought. Ik vind toch de Dynamaxen wel een heel leuk initiatief. Helemaal gek. Oké, laten we gaan zien of ik deze ook ga one-shotten. Ik denk het nu niet. Ik denk dat het de eerste wordt die we niet gaan one-shotten. Hoewel we gewoon max overgrow doen, wat super effective is. En een hele mooie aanval is... One-shotten we ook Dreadnought. Ik denk dat dit wel de makkelijkste gym is misschien die ik ooit heb gedaan. Allemaal one-shots met Twacky. Misschien is met Twacky gewoon zo goed. Dat kan ook. Maar dit ging allemaal wel heel makkelijk. Oh nee, sorry Nessa. Ja, ik ben heel trots dat ik de sterkste ben in deze gym. Maar deze heb ik echt dik verloren, zegt Nessa. Ja, dat kan je wel stellen. Nessa snapt er niks van. Ze zegt, oeh.
Hoe kan dit? Maar goed, nu ik je gebatteld heb, denk ik dat ik het begrijp. Blijf zo doorgaan in de gym challenges met je Pokémon. Je hebt een hele goede spirit die misschien wel sterk genoeg is om ook de champion te gaan verslaan. Jij en je Pokémon verdienen inderdaad deze badge, de water badge. We hebben het gefixt. Het was heel erg makkelijk. Ja, dat heb je wel eens. Nu kun je Pokémon vangen tot level 30, dus ook in de Wild Area. En nu wil je naar de Fire Gym Leader. Die zal jou heel graag willen battelen. Die wordt ook denk ik wel wat moeilijker voor mij in mijn team. Alhoewel we natuurlijk wel Karkul hebben. En die kan daar wel wat fixen. We worden gefeliciteerd voor onze victory op Nessa, voor onze overwinning op Nessa. En we krijgen nog even een TM, namelijk Whirlpool. En het uniform van Nessa, het wateruniform. En dan zijn we gewoon helemaal klaar in deze gym. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze video. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En wil je mijn live zien gamen, volg me op Twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!